Nou, het is nog een van de weinige dieselgemalen in Nederland. Met zulke grote dieselmotoren is het de laatste. En dat is wel een uniek iets, stukje erfgoed. Een bijzondere plek om je stem uit te brengen bij de verkiezingen. Inwoners van Lelystad kunnen dat doen op 20 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. Dat is ontstaan omdat de gemeente Lelystad heeft bepaald dat ze graag bij elke verkiezingen een bijzonder stemlokaal willen hebben. En de contacten met de gemeente Lelystad en het waterschap zijn uitstekend en met elkaar zijn we tot deze keuze gekomen. Het is gewoon operationeel en we houden het ook operationeel. We zijn nu met motor 2 bezig in onderhoud. En dat moet ook gebeuren. Gemaal Wortman aan de Houtripweg in Lelystad is één van de drie gemalen. Die werd gebruikt bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. De pompinstallatie bestaat uit 4 pompen waar per minuut 2 miljoen liter water doorheen kan. Nou, het is denk ik prachtig om op een plek te gaan stemmen die bij uitstek het werk van het waterschap laat zien. Ik denk dat het zeker meehelpt en zeker ook, het is een waterschapsgebouw en het zijn ook waterschapsverkiezingen. Dus, Iedereen merkt de gevolgen van de klimaatverandering, dus we staan voor belangrijke opgaven. Dus ik zou toch zeggen, breng je stem uit.